is Groove van DJBNL met vandaag een gloednieuwe video. En vandaag zijn we hier met wat leuks. Met wat hartstikke leuks. Hartstikke leuk. Nou, godverdamme. Vandaag ben ik hier met een challenge. En meer een challenge voor mezelf, maar jullie hebben er ook wat aan. Namelijk, wat ik ga doen, het is zo fantastisch. Helemaal... Koen, leg nou even een keertje gewoon goed uit wat je gaat doen. Wat ik ga doen... Er zijn allemaal video's op YouTube en dat heet dan Which is Real, Which is Fake. En dan zie je YouTube-video's van Arm Was Right tegen Bankzitter-video's. En zijn die van Bankzitter natuurlijk real. Nee, daar gaat het niet om. Je ziet producten en eentje is nep, eentje is echt. En ik ga voor mezelf een challenge doen dat elke keer ik denk dat dit heel makkelijk is. Ik denk het is heel makkelijk. Ik denk ik kan het makkelijk kiezen. Elke keer dat ik het fout heb, dan geef ik een 20 euro tegoedkaart weg van Ik Word Er Goed. Dus, die kan je vinden in de volgende video die ik upload. Dus ja, ik zou zeker klaar gaan zitten voor de volgende video. Ik bedoel, heeft geen zin, want ik ga alles goed hebben. Dat is fantastisch. Wil je niet grappig in mijn kanaal doen, dan zeker kan hier beneden. We gaan hartstikke lekker. We gaan richting de 450.000 abonnees. En dan richting de 5 ton, richting de halve milli. Hallo, halve milli. Maar, oh, we horen het al. Jawel, het muziekje. Uiteraard, omdat we zoveel geld gaan uitgeven in deze video, hebben we een sponsor vandaag. En de sponsor is niks minder dan YFood. Tenminste, ik denk dat je het zo uitspreekt. Van YFood heb ik een heel pakket binnengekregen. En één van deze drankjes in dit pakket is deze. Alpine chocolate. En wat het zeg maar is, het is een drankje. En het is een soort maaltijd. Maar dan in drankvorm. En dan voel je helemaal lekker, helemaal goed en helemaal fantastisch. Voor de mensen die denken, nou dat vind ik wel interessant. Er zitten geen toegevoegde suikers in, dus het is geen Red Bull of weet ik veel wat. Ook niet echt een maaltijd vervangen. Laten we even heel eerlijk zijn. Er zitten geen gluten in, er zitten tan te veel eiwitten in. Dus als je kasten hoort, zoals ik, zuipen die zo. En het is oprecht lekker. Als je straks denkt van, nou, ik ga straks toch ongelooflijk luxe het eten. 5 sterren. Ik ga veel geld uitgeven. Drink dit dan niet net daarvoor. Want dan heb je geen trek, denk ik. Want ja, ik heb dus een andere heb ik al helemaal een keer opgesleurd. Nou, ik had toen, zeg maar, wat er dan staat. Dat je dan 5 uur je gewoon verzadigd bent. Dat klopt ook wel. Dus, erg lekker. Maar, niet net wat je uit eten gaat. Nou, ook nog even... Kleine shirts en andere muziek. Wil je nou korting op je eerste pakket? Dat kan. Link in de beschrijving. Gaat de code Koentien voor korting. Koentien. Nou, bedankt YFood. Thank you very much. Laten we nu maar beginnen met de quiz. De quiz. Oké, welke is echt en welke is getekend? Ik zie hier plastic. Dat is vast moeilijk tekenen. Ik zie hier, zie ik hem soort van ingaan. Ik heb net Kaulo Stoer gedaan. Maar ik denk dat de linker getekend is. Ik denk dat links getekend is en rechts echt. Echt, hoop ik. Links getekend, rechts echt. Kom op. Wat is hij nou aan het doen? Dit meen je toch niet? Dit meen je toch niet? Waar is die rechter heen? Maar iets... Huh? Heb op een tafel getekend? Ja, maar... Boe! Dat is de eerste 20 euro die we in de volgende video gaan zien. Het gaat nog wat duur worden. Ik hoop wel dat ik nog winst kan maken. Oh, je bent natuurlijk waifu. Genius level 1 is... Eén van de shipjes is... Ja, maar doe even normaal. Ja, maar deze telt niet. Want dit is te moeilijk. Dit telt niet. Dit telt niet. Ik denk dat deze fake is. Die is fake. Die... Rip. Huh? Had ik het goed? Oh nee, het was inderdaad de ene. Ik dacht van eigenlijk het is die, want die ziet er heel anders uit. Die is een soort van roze hier. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar ik pakte die. Maar die telt niet. Die kunnen lekker allemaal de vinken krijgen. Dat is wel lullig, hè? Hij telt. 2 keer 20 euro. Ja, ik ga nou niet mijn eigen regels lopen bepalen. Staat ik nergens op. Hallo. 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 Wacht, we krijgen nog de burger te zien. Ik dacht al, het zijn namelijk allebei echt papiertjes. Nou, deze is zeker echt, die is fake. De rechter is zeker fake. Er klopt geen reet van die rechter. Die rechter is hartstikke fake. Ja, kijk, dat ziet er niet uit. Dat ziet er niet uit. Die rechter is fake. Die rechter is zo fake. Deze is zo nep. Die is echt zo. Echt. Ja, natuurlijk. Hartstikke idee. Wist ik. Maar dit lijkt niet eens. Ah, ja. Kaasje. What is real? Which is paint? Ja, maar... Wat moet ik nou doen dan? Kijk, die is nep deze. Dat zie je gelijk. Die is nep. Maar moet ik nou verschillende kiezen? Die is echt. Die is echt. Die is echt. Die is ook echt. Die is echt. Ja, ik zei het. Hartstikke idee. Lekker. Het is poep. Smeerkaas. Nee, ik bedoel pindakaas. Dat is absoluut geen smeerkaas. Als je smeerkaas zo uitziet, gooi het nu weg alsjeblieft. Spot the fake. Die zou nooit fake zijn, want dat is te veel in beeld. Ik vind deze heel moeilijk. Deze is heel bruin. Dit is een hele andere kleur bruin. Deze. Die is fake deze. Deze is een hele andere kleur. Dit is dark en dit is een soort normale. Deze is nep. Deze is nep. Nee. Ja. Hatsa. Natuurlijk. Dit is echt kaasje, jongen. Ik ben echt goed, jongen. Difficulty hard. One is fake. Gast, dit is allemaal nep. Dit is allemaal niet te eten. Dit is allemaal niet lekker. Ik heb geen idee bij deze. Dit is echt onzin. Ik denk dat deze nep is. De linker. De linker is nep. Ik heb geen flauw idee. Dit is een pure gok, dit. Ah, rip. In de volgende video is al 60 euro te vinden aan Ik Word Er Goed kaarten. Genius level again. One is paint. Ja, maar... Ja, hallo. Er staat een F. Die is nep. Nee, deze is nep. Deze rode is nep. Want dat klopt niet. Want die is heel erg, heel raar licht schijnt erop. Die is nep licht erop. Kijk, hier zie je overal maar 1 lampje en hier zie je ineens 3. Nou, daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Die is nep. Ja. Ja! Yes! Ik ben goed. Zo, hij swipe hem nu weg. Hartstikke idee. Geen probleem. Ik zei, jongen, die licht inval. Ja, maar ik heb er echt kijk op, mensen. Eentje van deze is nep. Het is deze.
Links is nep en rechts is echt. Links zie je gewoon dat nep is. Dit is geen chocola. Die is deze zeker echt. Ja, deze is 100% echt. Ja. Zonder twijfel. Zonder enkele twijfel. Oké, mensen, een pizza doos en één van deze slices is nep. Deze. Deze is nep. Deze is nep, mensen. De rechter is nep. Deze is hartstikke nep. Yeah. Ik heb nog nooit zo'n neppe pizza slice gezien. De nepste pizza slice die ik ooit gezien heb in mijn leven. Dus dit is niet normaal nep, ja. Ja, 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 ja. Kaasje. Hartstikke makkelijk. Natuurlijk. Which is real, which is fake. Ja, maar dit is toch niet te doen? Ja, als ik één nep heb, is het goed, hoor. Deze zeker nep. Deze nep. Deze hartstikke nep. Mensen, we zien het allemaal. Deze Twinkie little star. Niet doorheen slaan AUB, want nee, maar dat kan niet, want deze is hartstikke nep, deze. Ja. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Hartstikke idee, eentje nep, ik heb hem goed. Ik hoef pas 60 euro weggeven, ik ben zo goed. Dit is echt mijn spel. Kijk, Fall Guys kan ik misschien niet. Wil je met een Fall Guys spelen? Dat kan. Ga naar Koen 2. We hebben 115.000 abonnees al of zo, dat is echt bizar. Welke is echt en welke is getekend? Which is real, which is fake? Eens even kijken, deze glimt heel erg. Ja, dit is nep, je ziet hier al, dit zie je al, dit is nep. Dit stukje, ja, hartstikke nep. Nee, die links is nep. Rechts is lekker broodje, nou, lekker. Ja, en links is hartstikke nep. Oh, weer goed. Wat goed ben ik. Nou, even makkelijk alsjeblieft. Ja, dit meen je toch niet? Ja, mijn oog valt meteen op deze. Ik weet niet waarom, want ze lijken allemaal zo. Maar mijn oog viel er meteen op. Je moet een beetje kijken naar die schaduw. Die schaduw, daar is die vent niet zo goed in. Oh, schaduw, ik bedoel licht. Licht inval. Nou, ik heb echt geen fucking idee. Maar het zal iets zijn wat je niet verwacht. Zo reepie zal het niet zijn, denk ik. Die zal wel echt zijn. Het zal ook niet onder de tekst zitten, dus het zal ergens hier zijn. Ik denk... Die zou wel heel goed zijn, maar het zou best kunnen dat die het is. Of die. Ja, ik ga voor deze. Deze ga ik voor. Ik denk niet dat het goed is, maar ik denk gewoon puur omdat het in het midden van het scherm ligt. Dit is hem. Nee. Mijn allereerste gok was goed. Ik haat mijn leven. Oh, ja, je ziet het ook helemaal. Deze heb ik echt verpest. Ja, oh, wat naar. Oké, even je Big Macs. Nou, ik zie nu al dat deze nep is. Daar heb ik echt geen enkele seconde voor nodig. En hier zie je dat Kasie. Nee, deze... Dit is niet eens goed uitgeknipt. Je ziet dat hij hier niet eens goed uitgeknipt is. Dit is de allerduidelijkste tot nu toe. Hij is niet eens mooi uitgeknipt. Dit is ongekend. Hij eet die hele Big Mac op. Deze vent is dik geworden trouwens. In de tussentijd dat hij deze video's heeft gemaakt. Ik kan ook één hapje nemen. Dat is ook duidelijk dat hij echt is. De Big Mac is echt heel slecht. Twee appels. Nou, die is nep. 100% nep. Nee, dit lijkt gewoon een afbeelding. Dit lijkt niet eens op een tekening. Ik zie het gelijk, hè, Makkie. Het is wel een tekening. Moet zeggen, best zieke tekening. Welke is echt, welke is nep? Deze is nep. Ze worden steeds makkelijker, moet ik zeggen. Dit lijkt niet op kip. En dit wel. Lekker chicken. Hartstikke idee. Dat is echt wel getekend. Deze is getekend. Dit is echt makkelijk, man. Om maar 80 euro weg te geven. Hatsa. Easy. Welke is nep van de twee? Dit vind ik een moeilijke. Links is nep. Koen, links is nep. Tot zover de 80 euro. Dat is nu 100 euro. Dit meen je niet. Dit meen je toch niet. Dit kan niet nep zijn. Moet toch wel hier eentje zijn waarvan je denkt van die is wel voor een nep. Die. Deze. Deze is nep. Deze is nep. Deze is nep. Ja, ik zie het gewoon. Ik voel het gewoon. Zie je zo'n raar randje? Klopt niet. Rip. Is het die? Nou, dat had ik echt nooit. Ik zie dat ik nooit geraden. Ah, hij was heel glad natuurlijk van boven. Maar ik dacht van dat heeft hij niet gedaan. Ik dacht die lijkt er erg nep. Oké, nu wordt het toch wel weer een duur geintje. Nu wordt het uiteindelijk wel een vrij duur een geintje. Welke is echt en welke is nep? Maar wat? Ja, maar dit is getekend. Dat zie je gewoon. Je ziet dat die schaduw getekend is. Dat ik ben nog niet dom. Ja. Kaasje. Super genius level. Dit is super genius. Hè? Maar dat ben ik op zich. Eentje is gigantisch. Eentje is fake. Eentje is real. Deze is gigantisch. Hoezo fake? Wat is er fake? Moet ik kijken naar de kaart of hoe zit het? Nou, deze is nep. Dit klopt niet. Dit zijn 1, 2, 3, 4, 5. Dat klopt wel. Deze staat volgens mij veel verder naar achter, volgens mij. Ik denk dat deze gigantisch is. Deze nep en deze echt. Nep, gigantisch, echt. Kut, dat was een gigantische fake. Mooi. Kijk, waarom is die dan fake? Goed, weer 20 euro. Mensen, ik ben bijna blut. Ik verdien geen geld meer aan deze sponsorship. Ik wil je toch bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Zeg een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, kom hier beneden. Abonneer ook op Koen 2. En let goed op bij de volgende video, want daar staan dus 140 euro aan te goedcodes ergens in de video. Nou, let vooral goed op. Mensen, dankjewel voor het kijken. Like veel om in de volgende keer. Doei, later. Aarigen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Aarigen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.